kwartier krijgt Genk een strafschop. Neeskes Kebano trapt die zuiver binnen, 1-0 voor de thuisploeg. Maar Genk laat dan het tempo zakken en het is Podgorica dat nog het dichtst bij een doelpunt komt in die eerste helft. De voorzet van Pejakovic belandt tegen de paal en het volgende schot gaat hoog over. Genk begint gedreven aan de tweede helft. Kebano kopt, nipt over. Even later opent Thomas Buffel mooi op rechts. Jonny Buijens trapt de voorzet in het zijnet. De tweede goal wil maar niet vallen. Bailey krult een vrije trap over de muur, maar tegen de kruising. 10 minuten voor tijd valt de 2-0 dan toch. Samatta mag van ver aanleggen, hij trapt mooi in de verste hoek. En zo kan Genk toch met een gerust gevoel de terugwedstrijd in Montenegro aanvatten. Je mag je niet zeker voelen, hè? Dus...